Ik ben Gijs Stijn, voor wie dat wil weten, van problemen heb ik wel kaas gegeten. Kom op zeg, kijk niet zo sip. Problemen, ik los ze op in een wip. Problemen oplossen, doe ik graag. Ik vind een oplossing bij elke vraag. Dus kom op nou, en kijk niet zo zuur. Bel me op en we gaan op avontuur. Gijs Stijn lost de problemen met je op. Lastige problemen zijn voor hem de top. Denk goed na, alleen of samen. Heb veel lol, het is geen examen. Gijs Stijn lost Professor Geinstein is de naam. Ik ben de baas van deze probleemwinkel. Ik ben ermee begonnen omdat ik mensen met een probleem wilde helpen bij het vinden van de juiste oplossing. Geef nooit op, zelfs als je het niet meer ziet zitten. Denk eraan dat voor elk probleem dat onoplosbaar lijkt, er altijd een goede oplossing te vinden is. Is mijn portret niet mooi? Is mijn portret niet mooi? Wil je uitleg over hoe ik, professor Geinstein, zo'n slimmerik werd? Klik dan op elke foto in het fotoalbum. Dat is mijn vader die valt voor mijn moeder. Mijn vader vertelde me dat het liefde op het eerste gezicht was. Hij zei ook dat hij daarna een hoop blauwe plekken had. Kijk mijn vader en moeder eens limonade drinken. Zien ze er niet lief uit op hun eerste afspraakje? Mijn ouders weten hoe ze moeten feesten. Kijk, mijn ouders zijn tijdens hun bruiloft. Ik was er nog niet, maar te oordelen aan hun vrolijke gezichten was het voor hen een fijne dag. En kijk mijn vader eens, hij moet zijn schooltas ook overal mee naartoe nemen. Was ik een schattige baby of niet? Was ik een schattige baby of niet? Terwijl alle andere kinderen uit de buurt aan het spelen waren, bleef ik binnen en las en las en las nog meer. Ach, er gaat toch niets boven een goed boek. Hier ben ik aan het spelen met mijn molecuulmodellen. Ik kreeg op dat moment net mijn eerste schooltas. Ik ben bang dat het niet veel beter wordt. Na het bestuderen van de wet van Bernoulli en na het lezen over Sir George Cayley kon ik nog geen papieren vliegtuigje maken. Haha, laat me niet lachen. Na het ontvangen van mijn eerste dokterstitel werd ik professor op de universiteit. Dit ben ik terwijl ik bezig ben een van mijn theorieën aan de studenten uit te leggen. Oh ja, de uitreiking van de diploma's. Ik was de beste van de klas en ik had als hoofdvakken wiskunde, natuurkunde, kunst en filosofie. Ik was een... Ik vond het heel fijn om les te geven aan de universiteit, maar ik wou meer en dus opende ik mijn eigen kantoor. Het was niet eenvoudig om te verhuizen en in het kantoor te trekken, maar het was zeker de moeite waard.
Is mijn portret niet mooi? Is mijn portret niet mooi? Klik op één van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Neem me niet kwalijk, meneer. Het is bijna ochtend. Wakker worden! Waar ben ik? Ik vlieg boven de stad. En het ziet er naar uit dat niemand me nodig heeft om een probleem op te lossen. Ik ben bij de kruising aangekomen. Zal ik de weg nemen die goed verlicht is, of zal ik de donkere weg volgen? De verlichte weg, Drak. De verlichte weg. Wraak, als we de verlichte weg nemen, duurt het wel een uur voordat we thuis zijn. En dan halen we het huis niet voordat de zon opgaat. En jij weet wat er met mijn huid gebeurt als die in de zon komt. Maar als we de donkere weg nemen... Zijn we binnen een half uur thuis en hebben we nog tijd genoeg voor een maaltijd? Een half uur? Een half uur? Laten we dan de donkere weg volgen. Hé, Frak, ik geloof... Ik denk dat het niet zo'n goed idee was om de donkere weg te nemen. Slecht idee, Drak. Slecht idee, Drak. Frak, ik voel me een beetje... duizelig. Alles oké? Ik heb mijn sleutels verloren en zonder sleutels kan ik het huis niet in. Wat moet ik doen? De zon komt bijna op. Oh, wat een narigheid. Op dit duistere moment is er maar één persoon die me kan helpen. Ik roep Geinstein! Neem me niet kwalijk, meneer. Kijk uit! Oh, damn! Oh! Geinstein is hier, Geinstein is hier. Hallo, professor Geinstein. Het is me een waar genoegen. Hey, hoe is ie? Is het al tijd voor het ontbijt? Professor Geinstein, ik heb een beetje pech. Het lijkt erop dat ik mijn sleutels heb verloren. Ik kan mijn huis niet in. De zon komt bijna op. En ik zit hier vast in dat donkere steegje. Sleutels verloren. Sleutels verloren. U moet me helpen ze te vinden. Eerst moet ik de zakken even onderzoeken. Kunt u helpen ze te vinden? Dat zal wel lukken. Ik heb een erg helder idee. Alsjeblieft, Geinstein, maak het niet te helder. Verzamel informatie en probeer uit te zoeken hoe je Drak kunt helpen zijn sleutels in dit donkere steegje te vinden. Help me alsjeblieft mijn sleutels te vinden. Welkom bij de helpfunctie. Klik op het object waarover je de uitleg wilt horen. Klik op de knop met het opschrift Verzamel informatie. Je kunt nu je informatie verzamelen door op een willekeurig object van de probleemsituatie te klikken. Door op de knop met het opschrift Onderzoeken te klikken, verschijnt er een menu waarmee je kunt bladeren in het woordenboek en het boek met de beroemde wetenschappers en waar je ook nog eens de experimenten kunt bekijken. Deze functie helpt je om op je eigen houtje de juiste oplossing te vinden.
Door op de knop met het opschrift oplossen te drukken, verschijnen er verschillende objecten die je moet gebruiken om een avontuur of een uitdaging op te lossen. Eén of meer van deze objecten is nodig om het probleem op te lossen. Klik op het object of de objecten die je wilt kiezen voor de oplossing. Wil je het kiezen van een bepaald object weer ongedaan maken, klik er dan nog een keer op. Wanneer je denkt dat je de juiste oplossing hebt gevonden, klik dan op de grote schakelaar om je antwoord te controleren. Klik op de knop met het opschrift Tips om de nodige stukjes van de puzzel weer te geven die je helpen het probleem op te lossen. Door op de knop met het opschrift Hoofdkantoor te drukken, ga je terug naar het kantoor van professor Geinstein. Ik heb geen ramen en geen deuren, ik wil daar niets over zeuren. Het enige wat ik denk is boe, ik ben een gebouw dat altijd maar staat te treuren. Kent iemand een goede gebouw, een psychiater? Ik heb geen ramen en geen deuren, ik heb geen ramen en geen... Een glazen fles die nodig moet worden hergebruikt. Een banaan die er nog steeds heerlijk uitziet. Een koplamp met een gloeilampje erin. Een melkbusje dat hele zure melk bevat. Ik lig op de grond sinds die malle kat me omver heeft gegooid. Maak dat je wegkomt! Kst, kst. Ik heb niks voor je! Ik wist dat hij terug zou komen, dus heb ik maar een waakhond ingehuurd. Dat zal je leren rottigheid uit te halen met Supervat! Kijk naar de grond! Het is geen vogel! Het is geen vliegtuig! Het is een... Doe gewoon vuilnisvat. Twee draadjes. Gemaakt van metaal natuurlijk. Een leeg blikje dat nodig moet worden hergebruikt. Een aantal metalen munten die niet van koper zijn gemaakt. Een stuk papier dat hier al een hele tijd hangt. Ik vries bijna. Ik heb echt een jas nodig. Hou op met klagen, maf t-shirt. Heb jij het niet, koud spijkerbroek? Hou alle twee jullie mond voordat ik er een sok in steek. Hij hou even je gemak, klein stinkertje. Neem me niet kwalijk, jongens. Ik ben de waslijn. Kunnen jullie niet een beetje vriendelijker voor elkaar zijn? Hoe zou jij het vinden als je de hele dag een beetje moest rondhangen? Ik hang niet alleen rond, maar ik geef jullie ook nog de nodige ondersteuning. Het spijt me dat ik je een klein stinkertje heb genoemd. Hij heeft gelijk, weet je dat? En het spijt mij dat ik tegen jullie heb geschreeuwd. Ik heb geen ramen en geen deuren. Een beetje zielige en vooral bange vampier die luistert naar de naam Drak. Hij zit hier bij zijn maatje Jacques. Ik stel voor dat je eens wat informatie verzamelt over de traan van Drak. Een traan die zout bevat. Ik ben een straat. En ik ben een stoep. Vroeger waren de dingen zo eenvoudig. En ik was een betegeld pad naast de straat waar mensen op konden lopen. Ik weet wat je bedoelt. Ik was een openbare weg waar auto's en vrachtauto's op konden rijden. Het werd rustig toen het bedrijf naar een andere plaats verhuisde. Ik voel me zo eenzaam. Dat hoeft toch niet? We hebben elkaar toch? Je hebt gelijk. Wil je een spelletje doen? Oh ja, dat lijkt me leuk. Raad eens. Je bent een stoep. Goed geraden. Het menu met de onderzoekshulpmiddelen bevat het woordenboek, het boek met de beroemde wetenschappers en de experimenten. Wanneer een bord met eten voor je neus wordt neergezet, ruik je eraan, je kijkt ernaar en je doet er allerlei grappige dingen mee. Maar waar het om gaat, is dat je goed naar het eten kijkt voordat je het opeet. Als het eten er vies uitziet en ruikt naar vieze sokken, dan zul je het waarschijnlijk in de wasmachine gooien. Ik bedoel natuurlijk in de vuilnisbak gooien. Hetzelfde is hier van toepassing. Kijk goed naar alle objecten die je in het donkere steegje hebt gevonden.
Klik daarna op Verzamel informatie om informatie over deze objecten te verzamelen. Het is altijd verstandig om bij het begin van een avontuur, een uitdaging of een maaltijd eens goed rond te kijken. Ga via de onderzoekshulpmiddelen naar het videolab en kijk naar de video van de heldere gloeilamp. Door op de knop met het opschrift oplossen te drukken, krijg je de mogelijkheid om enkele van de in deze donkere straat gevonden voorwerpen te verplaatsen. Eén of meer van deze objecten helpt je Drax sleutels te vinden. Dan kan hij voor de zon opkomt naar binnen. Open het woordenboek dat je bij de onderzoekshulpmiddelen kunt vinden en zoek de definitie van elektrische energie op. Er zit heel wat spanning in. Ik wed dat je praktiseert over hoe elektrische energie kan worden gemaakt en opgeslagen. Nou, zelfs als je dat niet doet, is het nog steeds een goed idee om de beroemde wetenschappers op te zoeken. Je kunt ze vinden bij de onderzoekshulpmiddelen. En luister dan even naar wat Graaf Volta te zeggen heeft. Hij ontdekte hoe je elektrische energie kunt produceren en opslaan. Is het geen energieke man? Weet je wat? Een flitslamp zonder batterijen is gewoon een flitslamp die het niet doet. Ga naar het woordenboek en zoek de definitie voor batterij op. Ga naar het videolab en kijk naar de video aardappelenergie. Maar verwacht niet dat je gaat leren hoe je patatjes moet bakken. Bij het experiment waarbij energie uit aardappels werd gemaakt, ontstond er alleen een elektrische stroom als we twee verschillende metalen gebruiken, zoals koper en zink. En weet je waar het nu allemaal om draait? Het draait om geld. Ik dacht wel dat dat je aandacht zou trekken. Helaas gaat het niet over papiergeld, maar over munten. Zoals je weet zijn munten gemaakt van verschillende metalen. Om een batterij te maken heb je twee verschillende metalen nodig en een geleidend vloeibaar medium, zoals zout water, om deze metalen met elkaar te verbinden. Probeer eens een stuk papier tussen twee munten te doen. Maak vervolgens het papier nat met zout water. Zo. Dit was de laatste aanwijzing, dus nu moet je het verder zelf opknappen. Veel succes met je pogingen om drak en frak thuis te krijgen voordat de zon opkomt. Om drak te helpen zijn sleutels te vinden in dit donkere steegje, moet je een paar van deze objecten op de juiste plaats neerzetten. Frak, omdat ik het licht heb gezien, en gelukkig niet te licht, heb ik de sleutels gevonden. Je sleutels zijn terecht, Drak. Je sleutels zijn terecht. Een prima oplossing. Door uit te zoeken hoe je een batterij kunt maken, kreeg je de mogelijkheid om de elektriciteit te leveren die nodig was voor het laten branden van de gloeilamp. Dit hielp Drak zijn sleutels te vinden en thuis te komen voordat de zon opging. Hiervoor krijg je allereerst de garantie van Drak dat hij of een van zijn vampiervriendjes je nooit en te nimmer in je nek zullen bijten. En ik denk wel dat je weet wat je van mij zult krijgen. Maar voor het geval dat je het door de spanning bent vergeten, zal ik het nog één keer luid en duidelijk zeggen. Van mij krijg je het felbegeerde diploma voor Opontdekker! Professor Geinstein is de naam.
klik op een van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. We zijn achtergelaten, dus verlaten eiland zonder ook maar een druppeltje drinkwater. Kun je ons het water, Brian, van het eiland halen? Ik kom eraan! Hey Patja, hi cowgirl! Hier ben ik al. Ik heb wat water meegebracht en kom nu naar beneden. Daar gaan we! Oh nee! Oh nee! Gelukkig heb ik leren zwemmen! Ik had wel kunnen verdrinken! Nu zitten we met z'n drieën vast op het eiland en we hebben nog steeds niets te drinken! Oké, het lukte Geinstein om water voor het dorstige duo te maken, maar er valt nog meer oploswerk te doen. Junior, kom onmiddellijk uit het badje met water! Zo is het beter, Junior. Hey, cowgirl! Waar ben je eigenlijk? Joehoe, hier ben ik! Nu je water voor ons hebt gemaakt, mag je me Lucy Lou noemen. Yeeha! Yeeha! Lucy Lou, dat was een fluitje van een cent! Ho, denk nu niet dat je er al bent. Er valt nog een hoop op te lossen. Ik weet het, Lucy Lou, er is altijd wel wat voor me te doen. Als het niet de waterleiding is, dan is het wel een kapot licht of een klein poesje dat niet uit de boom durft te komen. En als het niet mijn moeders auto is, is het wel de geit van de buren. Om ons van dit eiland af te krijgen, hebben we een boot nodig. Oh nee! Wacht eens even, ik weet het. Ik heb het. Waarom bellen we niet gewoon de alarmlijn voor hulp? Ik ben totaal platzak. Heeft iemand wat muntjes zodat we kunnen bellen? Geinstein, je moet voor ons een voertuig maken waarmee we van dit eiland af kunnen komen. En nog iets, Junior en ik hebben gewoon te weinig energie om te roeien. Dat betekent dus dat je iets moet moeten uitvinden dat al het werk voor je doet, want anders moet jij roeien. Oei, ik heb ook niet zoveel energie, maar... Ik weet wel iets dat wel de kracht heeft om ons voertuig voort te bewegen. Verzamel informatie en probeer een voertuig te bouwen waarmee Lucy Lou, het brave paardje en ik zelf van dit eiland kunnen komen. Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Een aangespoeld fietsframe, waar de zee al niet goed voor is. Een houten plank waarmee je een bureau, een kast, een stoel, een wagentje of iets anders kunt maken. Ring, ring, ring gaat de telefoon en ring, ring, ring het ding een telefoon. Ik ben een telefoon, ik rinkel hard, ik rinkel zacht, ik rinkel soms ook in de nacht. Telefoon. Als je niet bij je schoenen kunt komen, of in het water hebt staan dromen, en het zand is gloeiend heet, je slaapt een harde kreet, dan is het tijd om te rennen, ook al is het bende aan de stappen door het hete zand, naar je handdoek aan de kant. Ah. Hoi, daar ben ik weer. Ik ben nu een borstkas. Je weet toch dat bodybuilders gewichten gebruiken om hun borstkas gespierd te maken? Wel nu, ik ben het gedeelte van het lichaam dat tussen de ribben en het borstbeen in zit. Grappig hè? Ik heb een bodybuilder gekend die de hele dag met gewichten bezig was. In het weekend was hij zo moe dat hij niet van de bank kon afkomen. Lachen niet waar. Sporten is gezond. Maar goed, ik ben dus een borstkas, zoals ik al zei. Maar ik ben ook een kist om dingen in te bewaren. Hoe vind je die?
Ik leid gewoon een dubbel leven. Nou, dag. Een luchtpomp die je gebruikt om luchtbedden, banden en voetballen op te pompen. Als iemand ooit ziet duiken in de zee, dan zie je dat ze duikbrillen dragen, die nemen ze altijd mee. Om onder water te kunnen kijken, zonder je ogen zie ik te doen. Heb je een duikbril nodig, anders ben je grote oem, een echte oem. Ik ben een kokosnoot en ik ben oké. Ik hang aan de palm en val naar beneden. Binnen in mijn bruine ronde top zit hele kokossap. Ja, drink het maar op. Ik ben een kokosnoot, 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 kokosnoot. Ik ben een kokosnoot, kokosnoot. Als iemand ooit ziet duiken in de zee, dan zie je dat ze duikbrillen dragen, die nemen ze altijd mee. Om onder water te kunnen kijken, zonder je ogen zie ik te doen. Heb je een duikbril nodig, anders ben je grote oem, een echte oem. Een zwaar anker dat net ietsjes te zwaar is om aan een kettingje te kunnen hangen. Een fietsketting die je kunt gebruiken als... fietsketting. Slim, hè? Een houten plank waarmee je een bureau, een kast, een stoel, een wagentje of iets anders kunt maken. Hoi, ik ben een luchtcilinder. Ik heb een beetje moeite met ademhalen, omdat de lucht bijna op is. Ja, ik weet het is mijn taak om mensen van lucht te voorzien. Maar op het ogenblik heb ik zelf een beetje te weinig lucht. Lucht. Heeft er iemand wat lucht voor me? Ik ga. Doei. Een accu waarmee je een auto kunt starten. Jammer dat de auto... Als je niet bij je schoenen kunt komen... Of in het water hebt staan dromen en het zand is gloeiend heet. Je slaakt een harde kreet. Dan is het tijd om te rennen, ook al is het wennen aan de stappen door het hete zand naar je handdoek aan de kant. Ah. Een vlot waarmee je kunt drijven. Als je moe bent, kun je het als bed gebruiken om er een dutje op te doen. Wel even opletten dat je het niet alle twee tegelijk doet. Anders zou je zelf wel eens op een onbewoond eiland terug kunnen komen. Het menu met de onderzoekshulpmiddelen bevat het woordenboek, het boek met de beroemde wetenschappers en de experimenten. Om een vlot te maken waarmee Geinstein, dat ben ik dus, Lucy Lou en het brave paardje van dit eiland kunnen komen, moet je een paar van deze objecten op de juiste plaats neerzetten. Jeeha! Je hebt een vlot in het vlot gemaakt en we kunnen daarmee van het eiland af. Maar, kun je ook pizza maken? Gefeliciteerd! Je vond uit hoe je een vlot moest maken.
Hiervoor haal ik je niet alleen van het eiland af, maar je krijgt ook een extra grote pizza met alles erop wat je maar wilt. Yeeha! Ik maakte maar een grapje. Ik geef je iets wat net zo lekker is en waarvoor je geen geld hoeft te betalen. Een diploma voor topontdekkers! Professor Geinstein is de naam. Ik... Klik op één van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Ja, Koos. Al het licht is uit in het café. In ons café. En er is praat. Ja, Koos. Ja, eens. Geen probleem, Koos. Zeg, hoe maak café het thee voor de gasten? Geen elektriciteit. Met professor Geinstein, wat kan ik doen voor u? La 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 la. Kun je de rimpels onder mijn ogen laten verdwijnen? Kun je maken wat een grappiger woord? Oh nee, dat kan ik niet. Maar hebben jullie nog andere problemen? Er is geen elektriciteit in ons café. In ons café. Hoe maken wij nu thee voor de klanten? Oh jeetje, wat een tragedie. Oh, kun je helpen? Ja, dat kan ik, mijn vriend. Maar zeg me... Waar is jullie café? Aan de zonnige kant van de straat. In een hele saaie buurt. Geen televisie. Ja, dat zie ik. Kun je zorgen voor een kopje thee? Zonder vuur. Elektriciteit. Laat me eens even kijken. Kun je helpen, kun je helpen, kun je helpen, kun je helpen. Verzamel informatie en probeer uit te zoeken hoe je... Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Ik ben een plant in een bazige vaas. De bloemen die je ziet zijn niet van fijnmazig gaas. Oké, ik praat inderdaad als een daas in een vaas. Maar helaas, pindakaas, ik zit in een wazige vaas en ben zo gek als een paashaas. Als een kind met een lolly, als een klauw met een lach, met je kop en een schotel, kun je drinken in stijl. Een kopje water dat je kunt gebruiken om de ramen mee te wassen of kunt opdrinken als je dorst hebt. Door dit raam kun je de wereld zien. Dan kun je de wereld zien, een plek vol met liefde en lof.
jouw fout. Kun je de wereld zien, een plek vol vriendschap. Donderop. Door dit raam kun je de wereld zien. Ach, laat ook maar. Ik ben een oude, hele oude kassa. Zie je, ik word oud en overbodig. Oh, ik word binnenkort vervangen door die nieuwe digitale computerkassa's. Hey, dank u wel. Dat doet me denken aan mijn eerste verkoop. Oh, hey, nog meer. Nog één. Nog iets verkocht. Hey, het is niet de bedoeling dat al het geld uit mijn lade pakt. Dat is van mij. Niemand krijgt hier wisselgeld. Oh, mijn hart kan dit niet langer verdragen. Ik ben een doos met thee. Op regenachtige dagen is er niets beters dan een lekker warm bakje thee. Hey jong, wat dat met mijn mes is ook niet slecht. En wat dacht je van een lekkere energie curry? Ik geef de voorkeur aan Engelse thee met wat overheerlijke biscuitjes. Dat is niet erg gezond en voedzaam. Ze zouden hem moeten aangeven wegens mishandeling. Heren, een beetje meer respect voor deze doos met thee. Mijn vader was nota bene Earl Grey. En mijn moeder was erelid van de Koninklijke Thee. Hij praat over zijn ouders. Ik geloof dat deze doos thee niet goed bij zit. Als een kind met een lolly, als een klauw met een lach, met je kop en een schotel, kun je drinken in stijl. Ik ben een theepot. Ik moet het hete water in mij kunnen verdragen, ook al is het heet. Heel heet. Alleen heet water haalt de beste smaak en geur uit een Engels theezakje. Nou, dat is een hele opgave hoor, mevrouw de theepot. Uw opmerking is raak. Ik heb inderdaad een zeer belangrijke taak. En ik ben een tafel uit een zeer exclusieve shop. Maar ik schep er niet zoveel over op. Oh, sorry. Zelfs de beste onder ons moeten af en toe hun trots inslikken. Een statief dat bepaalde lichte objecten kan dragen. Hoi, ik ben een roomkannetje en ik haat het als mensen room met een hoog vetgehalte in mij schenken. Weten ze dan niet dat mijn aderen door verstopt raken? Mag ik even... Ik ben een doos met thee. Hoi, ik ben een roomkannetje en ik haat het als mensen room met een hoog vetgehalte in mij schenken. Weten ze dan niet dat mijn aderen door verstopt raken? Mag ik even? Ik en de bond kunnen het niet uitstaan dat mensen koude room in mij schenken. Hoe zouden zij het vinden als ik eens koude room op hun hoofd schonk? Sst, ik wil nog wat zeggen. Weet u wat het ergste is? Ja, precies. Wanneer mensen room nemen die een paar maanden oud is en die bedorven room dan zonder er eerst aan te ruiken in mij schenken. Weten ze dan niet dat bedorven room stinkt? Weet u? Ik word er misselijk van en het duurt weken voordat die vieze bedorven geur weer verdwenen is. Die geur blijft maar hangen. Dus, vecht voor uw rechten, mede-roomkannen! We zijn samen als een kind met een lolly, als een klauw met een lach. Met je kop en een schotel, kun je drinken in stijl. Ik ben een theepot. Ik moet het hete water in mij kunnen verdragen, ook al is het heet. Heel heet. Alleen heet water haalt de beste smaak en geur uit een Engels theezakje. Nou, dat is een hele opgave hoor, mevrouw de theepot. Uw opmerking is raak. Ik heb inderdaad een zeer belangrijke taak. En ik ben een tafel uit een zeer exclusieve shop, maar ik schep er niet zoveel over op. Oh, sorry. Zelfs de beste onder ons moeten af en toe hun trots inslikken. Ik ben een stopcontact. En nu de elektriciteit is uitgevallen, heb ik geen functie meer. Hoe vul ik nu mijn dagen? En wat moet ik nu 's avonds en 's nachts doen? Een hond bedekt gemalen,
met zijn hoofd, maar ik hang aan de kapstok, wat denk je ervan? Oh, daar is mijn hoed. Haha, hier ben ik een hoed op mijn hoofd en niet op een kapstok. Jakkes, deze man heeft ras. Ik ben een lam die het niet doet. Ik weet niet hoe ik licht geven moet. Dit probleem is voor een lam een hele grote ramp. Oeh, daarom voel ik me niet goed. Ik ben een samovar. Ik word gebruikt om water te koken. Normaal gesproken hoor je dit. Maar nu hoor je dit. Eigenlijk ben ik gewoon een stuk antiek om te laten zien en om over te vertellen. Maar vertel Koos en Toos alsjeblieft niet dat ik maar een kopie ben van een samovar. Bootje komt om zijn loontje. Ik ben zo moe. Ik word zo moe van elke dag maar weer andere dingen dragen. Oef, ik moet nodig eens gaan zitten. Dag in, dag uit hetzelfde. Steeds moet ik andere mensen ondersteunen. En wie ondersteunt mij nu eens? Oh nee, dat is een lange. Die weegt wel 500.000, nee zelfs wel 50 miljoen pond. Ah, help, ik kan hem niet houden. Een glazen kommetje dat je kunt gebruiken om te eten. Natuurlijk niet dat je het kommetje kunt eten. Je begrijpt wel wat ik bedoel. In ieder geval heeft dit kommetje de vorm van een parabool. Nee, ik zeg nee! Een deur zijn is niet altijd even fijn. Mensen doen me open en dicht en dat is soms pijn. Ik wil helemaal geen deur meer zijn. Nee, ik zeg nee! Een deur zijn is niet altijd even fijn. Om ervoor te zorgen dat je warme thee kunt maken zonder daarbij vuur of elektriciteit te gebruiken, moet je een paar van deze objecten naar de juiste plaats slepen. Ik? Je hebt ons warmte gegeven. Uitstekend! Je hebt een parabolische spiegel gemaakt die het zonlicht concentreerde op een kopje thee. Deze geconcentreerde zonnestralen maken in een mum van tijd het water warm. Hiervoor krijg je een diploma voor topontdekkers! Professor Geinstein is de naam. Ik ben de baas van deze probleemwinkel. Ik ben ermee begonnen omdat ik mensen met een probleem wilde helpen bij het vinden van de juiste oplossing. Geef nooit op, zelfs als je het niet meer ziet zitten. Denk eraan dat voor elk probleem dat onoplosbaar lijkt, er altijd een goede oplossing te vinden is. Klik op één van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Hey Rob! Ja Nico? Mijn soep is koud en ik hou niet van koude soep. Dat klinkt niet best.
Hey, mijn soep is ook koud. Misschien kunnen we die koude soep beter weggooien. Mama zei nooit eten weggooien. Je hebt gelijk, Rob. Maar hoe krijgen we de soep warm zonder fornuis? Hallo, Nico en hallo, Rob. Huh? Wie was dat? Ik ben professor Geinstein. Er is een manier om je koude soep weer op te warmen zonder vuur of elektriciteit te gebruiken. Ja, ja. En ik ben een Donald Duck, professor Geinstein. Ja, en ik ben een marsmannetje. Nou goed, het enige wat jullie hoeven doen is de soep een nachtje te laten staan. De volgende dag hebben jullie heerlijk warme soep bij de lunch klaar om op te eten. Ja. En waar zetten wij die soep vannacht neer? Is er een hotel voor koude soep? Ha, dat is grappig, Rob. In ieder geval daag ik jou uit om uit te zoeken waar we de soep van Rob en Nico moeten neerzetten, zodat ze deze warm voor de lunch kunnen opeten en ze ook wat meer geloof krijgen. De krachten van de natuur! Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Een kruiwagen die kleine vrachtjes kan vervoeren. Ik ben eigenlijk een slimme bijl als je het mij vraagt. Mensen zeggen dat ik behoorlijk scherp ben. Daarom gebruiken ze me ook om hout te hakken. Auw! Hoe zou jij het vinden om een klap met een bijl te krijgen, meneer Bijl? Dat weet ik niet. Jij bent nu eenmaal een stuk hout en ik een bijl. Het enige wat ik van u vraag, meneer Bijl, is dat u het een beetje voorzichtig aandoet. Wel, voor vandaag ben ik klaar, meneer Hout, dus ik gooi het bijltje erbij neer. Nu is het uw beurt, mevrouw Boomstronk. Sorry, maar daar bent u voor, mevrouw Boomstronk. Zing nu allemaal hoi! Hoi! Ik breng de dag door als een paal hoi. Een paal hoi is heel erg mooi. Daarom zing ik hoi. Zing ik hoi. Hoi! Eerst de wind en een goede bries, dan draai ik rond en doe mijn werk goed. Ik doe mijn werk goed met plezier, veel plezier. Als de wind gaat liggen, dan hang ik rond, want ik ben een windmolen baby. En dan word ik lui, zo lui, dan word ik lui, oh, zo lui. Hey, de wind draait weer. Nog één keer met z'n allen. Met de eerste wind en een goede bries. Dan draai ik rond en doe mijn werk goed. Ik doe mijn werk goed. Wanneer de zon opkomt in de morgen en je hoofd zit vol met zorgen, dan kun je dromen in de lucht en je laten gaan. Want de lucht is er. Bach, Bach! Houdt u van Bach? Nee, ik houd van rock'n'roll. Hebt u een reservering voor meneer Kakatoe? Waar? Heet u Kakatoe? Is daar iets mis mee? Ik vind dat erg grappig, meneer Kakatoe. Zo, hebt u niet anders te doen dan uw gasten te beledigen? Nou zeg, u bent wel gauw aangebrand, hè? En u bent een botte gier, hè? Soms word ik heel erg moe van al het gedoe. Maar wat kan ik eraan doen? Als ik begin te trekken, dan trekt hij rare bekken.
Hé, hey, wat is er aan de hand? Ik ben een bluffert van een kar, snap je wat ik bedoel? Ja, ik begrijp nu dat het niet goed is een bluffert van een kar te zijn. Want jij moet altijd maar rekken en trekken. Hé, hey, ik zie jullie later wel, hè. Ik ga normaal doen. Zing nu allemaal hoi! Een hoop vers gemaaid gras. Een blik koude soep. Een hoop vers gemaaid gras. Een wensbron waarbij je een wens kunt doen. Ik wou dat ik een emmer water had. Een emmer water die is gevuld met water uit de wensbron. Een leeg vuilnisvat dat je met vuilnis of met iets geheel anders kunt vullen. Een tractor die zware vrachten kan trekken. Ik ben een rokende en rollende hillbillyheuvel. Ik heb veel problemen, want ik sta altijd stil. Ik kan niet bewegen en daar kan ik niet tegen. Ik verroer me niet op de beat. Ik kan dus nooit chance of een lekker bordje dansen. Want ik ben een rokende hillbillyheuvel. Hé, hey, ik ben Nico. Ik ben Rob. Samen zijn we Nico en Rob. Telefoon paal, telefoon paal. Wat doe je precies met een telefoon paal? Als je het ophakt en een vuurtje van maakt. Hé, hey Nico, daar is het niet voor gemaakt. Gebruik ervoor een telefoon. Dat lijkt er meer op, Nico. Dankjewel, Rob. Ga nu maar mama bellen. Ik bel mama niet, het is jouw beurt. Je gaat ik mama bellen. Jij bent jouw beurt. Mama bellen. Om eens een keer mama te bellen. Dit is een kort verhaaltje dat iedereen herkent. Je snapt het als je eens verliefd geweest bent. Niet over de liefde tussen man en een vrouw. Maar de liefde tussen katrol en taal. Mijn leven is gesloten, ik ben de ingang tot dit veld. Maar hey, met iedereen is het wel eens slecht gesteld. Dit is mijn plek, hier sta ik als hek. Vind het fijn om de ingang te zijn. Steeds open al op slot. Kom binnen, ik sta voor iedereen open. Het menu met de onderzoekshulpmiddelen bevat het woordenboek, het boek met de beroemde wetenschappers en de experimenten. Hoor eens hoe Rob en Nico soep zitten te eten. Ik weet dat ze een beetje slordig zijn, maar dit is echt geen gehoor. Dank u, dank u, dank u. Je hebt uitgevonden dat rottend gras warmte produceert en dat deze warmte de soep van Rob en Nico opwarmde. Hiervoor krijg je een diploma voor topontdekkers. Professor Geinstein is de naam. Ik ben de baas van deze probleemwinkel. Ik ben ermee begonnen omdat ik mensen met een probleem wilde helpen bij het vinden van... Klik op één van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Hallo en welkom bij de prachtige blokhut in het midden van de...
Nog afgezien van deze blokhut zou je de weg kunnen vinden naar het midden van de... wildernis. Dat is juist. Helemaal niets anders dan... wildernis. Ach, je wou toch ver weg van de alledaagse beslommeringen van de stad zijn? Dus moet je niet te boos zijn als je geen krant kunt lezen bij een mooie lamp die genoeg licht geeft. Of naar de spectaculaire Geinsteinshow. Met mij dus kunt kijken. Omdat je hier absoluut geen elektriciteit hebt. Ik weet dat mijn televisieprogramma een van de beste ter wereld is. Maar huilen is ook weer niet nodig. Zo, dat is beter. Zo mag ik het graag horen. Je moet immers niet vergeten dat je op vakantie bent. Zo, nu je je beter voelt, daag ik je uit om een manier te vinden om elektriciteit te genereren. Zodat je de lichten kunt aandoen en, wat nog belangrijker is, kunt kijken naar de spectaculaire Geinstein Show. Verzamel informatie en probeer uit te vinden hoe je elektriciteit kunt maken om naar de spectaculaire Geinstein Show, dat ben ik dus, te kijken. Klik op een willekeurig object om informatie te verzamelen. Een stekker die je in een stopcontact kunt steken. In je mond heb je er weinig aan. Een stekker die je in een stopcontact kunt steken. In je mond heb je er weinig aan. Een houten paal die je kunt gebruiken om dingen met elkaar te verbinden. Een accu die je wel kunt gebruiken om een auto mee te starten, maar je kunt er geen gesprek mee beginnen. Een frame van een fiets dat je kunt gebruiken als fietsframe, maar niet als foto. Een waterrad dat draait wanneer er water tegenaan stroomt. Een waterrad kan de nodige kracht leveren om een machine aan te drijven. Wat is de wind en een goede bries, dan draai ik rond en doe mijn werk goed. Ik doe mijn werk goed met plezier, veel plezier. Als de wind gaat liggen, dan hang ik rond. Want ik ben een windmolen, baby. En dan word ik lui, zo lui. Dan word ik lui, oh, zo lui. Hey, de wind draait weer. Nog één keer met z'n allen. Met de eerste wind en een goede bries. Dan draai ik rond en doe mijn werk goed. Ik doe mijn werk goed. Water dat je kunt drinken of kunt gebruiken om het waterrad rond te laten draaien. Ik ben een rots, een beetje van welke muziek ik hou. Ik hou van kinderliedjes, korte kinderliedjes. Ik hou van korte kinderliedjes, korte kinderliedjes. Korte kinderliedjes, ik hou van korte kinderliedjes, korte kinderliedjes. Korte kinderliedjes, ik hou van... Een kind is geboren, is geboren. En groeit. Het groeit bij elke zucht. Zoals bomen groeien. Zoals bomen groeien. Het groeit omhoog, omhoog. Niets leuker dan een houten hutje te zijn op het platteland. Op het platteland. Niet gezelliger dan je handen warmen bij het vuur. Bij het vuur. In een hutje. In een hutje. Op het platteland. Op het platteland. In een hutje. Niets leuker dan een houten hutje te zijn op het platteland. Op de grond, in het rond, ligt de glaas, bier.
Wielgrasdans. Een generator die mechanische energie in elektrische energie kan omzetten. Ik sta in een huis of ik slaap op de vloer. Zet me buiten neer, dan doe je me zeer. Ik ben een bakje, B-I-K-J-bakje. Oh, ga niet op de staan, maar steun me, steun me alsjeblieft. Om ervoor te zorgen dat je naar mijn fantastische, spectaculaire Geinstein-show kunt kijken, heb je elektriciteit nodig. Deze elektriciteit kun je krijgen door een aantal van deze objecten naar de juiste plaats te slepen. Goed gedaan! Je hebt uitgezocht hoe je elektriciteit kunt maken. Weet je wat je hiervoor krijgt? Je kunt naar mijn fantastische, spectaculaire Geinstein-show kijken. Hallo vrienden. Het spijt me dat ik jullie moet vertellen dat er helaas geen spectaculaire Geinstein-show is. Ik wou gewoon op de televisie komen. Maar ik weet dat ik jullie blij kan maken door jullie een diploma voor topontdekkers te geven. Professor Geinstein is de naam. Klik op één van mijn verbazingwekkende avonturen of uitdagingen. Hallo, hoe gaat het beste vriend? Heb je ergens trek in? Ah, wel, ik ken iemand die graag wat wil eten en broodnodige vitamines en mineralen nodig heeft die je in brood kunt vinden. Helaas houdt dit kleine Geinsteintje niet van warm of koud brood. Ze wil het graag geroosterd hebben. Yum, 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 yum. Ik heb dus een grote truc uitgevonden om een broodrooster aan te zetten die boterhammen lekker kan roosteren. En daar gaan we dan één portie toast. Ik ben bang dat het nog niet lukt. Grote geleerden doen al vaker niet alles goed bij een eerste poging. Laat me eens kijken. Ik zie wat er moet gebeuren. Je moet gewoon dat ding daar pakken en dat daar neerzetten en dat combineren met deze dingen hier en dan zet je dat ding hier aan en dan hier en daar en hupsakee, daar vliegt het geroosterde brood al uit de broodrooster. En ik ben de man die alles kan. Hier, geroosterd brood volgens plan, geniet er maar van. Wel nu, ik geloof dat je wel weet hoe laat het weer is. Het is tijd om je uit te dagen de grote truc te laten werken zodat je wat geroosterd brood kunt maken om ons aan wat broodnodige vitamines en mineralen te helpen. Een lichtschakelaar in de uitstand die is verbonden met twee draden en een stopcontact. Heb je het een muur die om het huis heen loopt en waar een paar rare dingen op staan. Een lichtschakelaar in de uitstand die is verbonden met twee draden en een stopcontact. Heb je het experiment in het avontuur met de vleermuizen gezien of de video aardappelenergie bekeken? Een kom met een grote aardappel erin. Ik raad je ten sterkste aan deze aardappel niet te eten. Enerzijds omdat hij vuil is en anderzijds omdat hij nog rauw is. Een waterrat. Heb je het avontuur met het waterhuis al opgelost of de video waterwiel al gezien? Een weegschaal die op en neer kan gaan. Een zuiger die is verbonden met een spuitstuk. Zodra er genoeg stoom in het spuitstuk komt, zal de zuiger heen en weer bewegen.
twee paar wielen die door assen met elkaar zijn verbonden. Aan deze wielen zijn de rubberen koorden verbonden waar een platform aan vast zit. Dit maakt het mogelijk dat het platform ronddraait en draait en draait. Een open raam waardoor insecten naar binnen kunnen vliegen. Een deksel van een pot die, raad eens, een pot kan afdekken. Een kleurrijke bal waarmee je kunt spelen die je als versiering kunt gebruiken of die je misschien kunt gebruiken bij het vinden van de oplossing. Een vergrootglas dat je kunt gebruiken om het zonlicht op een punt samen te brengen. Heb je de video al gezien waarin een vergrootglas als brandglas wordt gebruikt? Een stuk koper. Een slang die aan een spuitstuk kan worden vastgemaakt. Een stuk touw. Een klein fietswiel dat is verbonden aan een groter fietswiel. Een bowlingbal die om de een of andere reden hier terecht is gekomen. Een aquarium dat is gevuld met water en verbonden is met een kraan. Yes, 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 je hebt het hem gefixt. De toaster werkt weer. Het brood werd geroosterd brood. Dit maakte het kleine meisje heel gelukkig en gezonder. Daarom zeg ik wat ik net heb gezegd. Zie maar waar broodroosteren toe kan leiden. In ieder geval heb je een goede daad verricht. Er is niets mooiers dan mensen gelukkiger en gezonder maken. Ik weet niet of ik jou nu gezonder kan maken, maar met dit diploma voor topontdekkers maak ik je in ieder geval wel een stuk gelukkiger. Klik op de telefoon om een van mijn fantastische avonturen of waanzinnige uitdagingen te kiezen. Aardgas is iets dat de mens vond onder de zeebodem of onder de grond. In tegenstelling tot aardolie kan het geen auto laten rijden. Maar wat koken betreft, je kunt er alle maaltijden door bereiden. Een fornuis met aardgas geeft een blauw vlammetje tot je het stopt. Als je deze brandstof wel eens gebruikt, dan weet je dat dit klopt. Hoe vaak adem jij per dag? Meer dan je kunt tellen, naar ik hopen mag. Ademhaling, oftewel respiratie, begint als je de lucht naar binnen haalt. En voor die lucht hoeft gelukkig niet te worden betaald. Ademhalen zorgt voor energie. Maar ga nou niet lopen schreeuwen en fluiten, want in de laatste fase van de ademhaling komt koolmonoxide naar buiten. Doet dit je denken aan de koolstofcyclus, waar koolstof terechtkomt in de circulatie? Mag ik je er dan aan herinneren dat dit gebeurt dankzij respiratie? De meeste energie die we vandaag de dag gebruiken, wordt gehaald uit fossiele brandstoffen. Maar we moeten de natuur niet misbruiken, anders worden we door rampspoed getroffen. Neem bijvoorbeeld een man die vliegt zonder motor of gas. Hij maakt gebruik van zijn eigen kracht en de wind en vliegt al na een enkele pas. We spreken hier van alternatieve energie. Het kan fossiele brandstoffen vervangen. Zon, water of wind zijn alle drie. Zij leveren de energie waar we zo naar verlangen. Op zoek naar energie? Geen enkel probleem. Neem de atoomkern die ik hier zie. Er is energie genoeg, dat is de conclusie. Je verkrijgt het door atoomsplitsing of kernfusie. Heb je ooit over uranium gelezen? Het geeft straling af. En voor de energieproductie moet je in een kerncentrale wezen.
Als je ergens onderweg plots om energie verlegen zit, dan is dit het middel dat zorgt voor nieuwe pit. Het zet chemicaliën om in elektriciteit en daar komt energie bij vrij. We noemen dit de batterij. Beweging is iets dat start met kracht. Het kan een object zijn koers wijzigen of de snelheid veranderen van hard naar zacht. Beweging zit bijvoorbeeld in een voetbal, maar schop niet te hard, want misschien maak je een val. Organisch materiaal, zoals gras, ja, staat bekend als biomassa. Enkele voorbeelden, als ik je even mag storen, zijn hout, gevallen bladeren en koren. We gebruiken chemische energie elke dag. Je vindt het in voedsel, van wortels tot hagelslag. Bij verbranden van hout komt het ook vrij, of bij het gebruik van een elektrische batterij. Daar waar moleculen worden opgebouwd en weer stuk gaan, tref je altijd chemische energie aan. Stop bladeren en gras in een doos en laat het daar rotten een flinke poos. In de doos hebben de bacteriën vrij spel. Ze zorgen voor compost razendsnel. Ze gaan lekker tussen de biomassa zitten en produceren daardoor hun ademhaling compost en hitte. Micro-organismen zijn verantwoordelijk voor deze kracht. En het is nog goed voor de bloemen ook. Wie had dat gedacht? Spannend boog of ga op een matras springen. Energie komt vrij als je duwt of trekt aan deze dingen. Is dat niet fantastisch? We noemen deze energie elastisch. Op verschillende plekken vind je een energiebron. Zo heb je fossiele brandstoffen, het water en de zon. Ze laten een turbine bewegen van tijd tot tijd. En de generator produceert in die periode elektriciteit. Een gebrek aan water betekent geen stroom. Alle lichten zouden uitgaan, net als in een enge droom. Een teveel aan water zou grote problemen veroorzaken. Steden zouden dan overstroomd raken. Neem dus de tijd en maak een besluit. Jouw land is afhankelijk van jou. Kijk dus goed uit. Kies de hoeveelheid water die deze hydro-elektrische centrale nodig heeft om goed te functioneren. Je krijgt elektriciteit met een druk op de knop, de verlichting gaat aan, de lampjes lichten op. Hier is iets dat je moet weten, het zij nu, het zij later. Elektriciteit wordt geproduceerd door een generator. Kijk naar het water, de zon, de wind, de bomen en zie, het zijn alle bronnen van energie. Het gaat erom deze bronnen zo om te zetten dat die veranderen in een bruikbare vorm van energie. Ook al kunnen we al gebruik maken van deze soorten energie, we zijn toch nog steeds afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals olie. Wij mensen gebruiken steeds meer elektriciteit. Dit veroorzaakt problemen, constateert de wetenschap met grote spijt. Fossiele brandstoffen zijn schaars, dat is bekend. Overvloedig gebruik is dus een gevaarlijke trend. We moeten andere soorten energie gebruiken om te leven en we hebben dit de naam alternatieve energie. Gebruik de energiecontroletoets onderaan het scherm om het energieverbruik te versnellen of af te remmen. Feun je haar of doe het licht aan. Zeg, heb je daar eigenlijk wel eens bij stilgestaan? Wat jouw haar nu verwart, wat je met licht verblijdt. Juist,
Dat is elektriciteit. Het wordt opgewekt in een centrale met een brandstofsoort. Dat heb je vast wel eens in de les gehoord. Elektriciteit is energie afkomstig van een bron. Soms van een fossiele brandstof, soms van de wind of van de zon. Feun je haar of doe het licht aan. Zeg, heb je daar eigenlijk wel eens bij stilgestaan? Wat jouw haar nu verwart, wat je met licht verblijdt, juist, dat is elektriciteit. Het wordt opgewekt in een centrale. Klik op één van de huishoudelijke apparaten om te kijken hoeveel energie het verbruikt. Feun je haar. Klik op de kaart om te zien op welke manieren energie wordt getransformeerd. Het heerlijke rode appeltje dat ik daar in de boom zie, is een voorbeeld van voedselenergie. Planten brengen vruchten voort als ze veel licht ontvangen. Joepie, fotosynthese, zeggen de bomen dan vol verlangen. Kijk eens naar die vrouw die daar wandelt met een stok. Ze dacht dat de rode appel haar beter zou maken en nam de gok. Ze at het appeltje hapje voor hapje en o wonder, ze kon weer lopen, stapje voor stapje. De moraal van dit gedicht vertel ik nu even. We hebben voedselenergie nodig om gezond te kunnen leven. Fossiele brandstoffen gebruiken we keer op keer. Het geeft energie aan huizen, auto's en nog meer. Het ontstond vele eeuwen terug, maar de voorraad slinkt heel erg vlug. Daarmee komen we dus niet lang meer rond. Fossiele brandstoffen zijn gemaakt van biomassa, diep in de grond. Duizenden miljoenen jaren geleden. Maar we hebben nu bijna alles opgemaakt, zijn vrijwel door de voorraden heen geraakt. En tja, wat dan? We verbranden kolen voor de elektriciteit, olie, zodat onze auto rijdt. We zetten nog een andere brandstofsoort. Verdiep je eens in alternatieve energie en je zult zien dat het je zeker bekoort. Planten produceren het voedsel dat ze kunnen gebruiken, van de bloemetjes tot aan de struiken. Planten maken hun voedsel als de zon straalt. Geef ze koolmonoxide en wat water, geen plant die dan nog baat. Foto betekent licht en synthese houdt samenvoeging in. En dat is wat er plaatsvindt en dat is niet min. Als je in de dierentuin bent en de dieren staan op hun horens te toeteren, weet dan dat de geluidsgolven die ontstaan energie is. Twijfel daar maar niet aan. Als de dieren toeteren, veranderen ze de luchtdruk en creëren prachtige geluiden. Een geweldig spektakel volgt in de circustent. Zorg daarom dat je in de buurt bent. Er was eens een muis die meehielp bij het afkoelen van een huis door in een wiel rond te draven. Het wiel draaide constant in een ronde en kinetische energie was gevonden. De muis schreeuwde, deze generator zet kinetische energie om in elektriciteit. Maar toen de muis erbij ging zitten, ontstond er in het huis weer een enorme hitte. Waarop het muisje maar weer begon te rennen. De gecombineerde aantrekkingskracht van de zon, de maan en de zee zorgen voor de getijden eb en vloed, zoals je al had verwacht. Ze creëren getijdenenergie. Om deze energie goed te gebruiken, moeten onderzoekers er nog meer in duiken. Je kan heerlijk op de golven surfen, maar dat moet je wel durven. Hydro-elektriciteit is een vorm van alternatieve energie. Water kan krachtcentrales aandrijven en elektriciteit winnen voor woningen en bedrijven. Zweden maakt hier veel gebruik van, heb ik geleerd. 80% van hun elektriciteit wordt op deze manier geproduceerd.
Er was eens een baby genaamd Ed, die lag te rillen in zijn bed. Hij had het koud en wilde meteen warmte van zijn kruin tot aan zijn kleine teen. Hij kreeg wat isolatie en dit verbeterde zijn circulatie. Isolatie houdt de warmte binnenin en Ed, die heeft het onder zijn dekentje weer helemaal naar zijn zin. De Joule is een eenheid voor beweging of energie. Het werd naar mij vernoemd, een hele eer voor een genie. Klik op meneer Joule om zijn verhaal te horen. De Joule is een eenheid voor beweging of energie. Het werd naar mij vernoemd, een hele eer voor een genie. Een jongen schaatste op dun ijs rond, totdat hij het niet leuk meer vond. Hij maakte zoveel cirkels ergens middenin, dat er een gat ontstond. En hij viel erin. Waarschijnlijk had de jongen te veel energie. Energie geassocieerd met beweging heet kinetische energie. Koolstofcyclus is de naam. Ik bezit in de natuur nogal wat faam. We doen allemaal mee, niemand is uitgesloten. Mensen, planten, alle soortgenoten. Koolstof verspreidt zich via de lucht, van hier naar daar in een lange vlucht. Planten nemen het in zich op via fotosynthese. Maar wij als mens spelen ook een rol in deze. We brengen de koolstof in circulatie door het proces van ademhaling, oftewel respiratie. Koolstof zal er op deze aarde altijd zijn en het komt voor in verschillende vormen. Is dat niet fijn? Lichtenergie helpt het donker te verkennen. Heb je ooit een kat in de boom zien rennen? Zonder licht had de kat de hond niet gespot. Maar toen het beest voor hem stond, schrok de kat zich rot. Als je bang bent in het donker en het is al erg laat, neem dan een zaklantaarn mee als je op pad gaat. Als je eten in een magnetron bereidt, bespaar je werkelijk heel veel tijd. Een magnetron laat de voedselmoleculen heel snel bewegen. Het koken duurt nu heel kort en dat is een zegen. Petroleum, ook wel ruwe olie geheten, zit diep, diep in de aarde, moet je weten. Het werd onder een grote druk gevormd onder de grond, waar zich een enorme biomassa in ontbinding bevond. Het duurde miljoenen jaren om het te maken. Nu begint het langzaam op te raken. Een olieraffinaderij is het medium dat fossiele brandstof maakt uit petroleum. Parabolische spiegels zijn gemaakt om te zorgen dat het licht op één punt geraakt. Als een parabolische spiegel het licht concentreert, dan is het focuspunt helder en heet, zo heb ik het geleerd. Het kan ook lichtstralen creëren. Het is heel makkelijk om dat te leren. Plaats een bolle lens bij het focuspunt, hou het goed gericht en je hebt een heel sterk zoeklicht. Klik op de lamp en kijk wat er gebeurt. Een steen doet niks als hij stilstaat. Zijn potentiële energie wordt vergroot als hij omhoog gaat. Hoe hoger je de steen rolt, des te meer energie wordt er opgeslagen. Laat je de steen glippen, dan zal hij op de terugweg alles wegvagen. Vergroot de hoeveelheid energie van de steen door het tegen de heuvel op te rollen. Gerecycled afval is van grote waarde. Het beschermt onze geliefde aarde. Flessen, blikjes en papier, ze worden nog een keer gebruikt. We noemen dat recycling hier. Dus gooi alsjeblieft geen bruikbaar afval weg. Hoor je goed wat ik zeg?
Röntgenstraling is straling in stromen, geproduceerd door een bundel elektronen. Doktoren gebruiken de röntgenstraling elke dag om te kijken of de patiënt al naar huis toe mag. Er wonen op de wereld verschillende mensen, met een andere huidskleur, lengte en wensen. Maar met röntgenstraling kan het verschil niet meer worden gemaakt, omdat we onder ons vel allemaal van botten zijn gemaakt. Lang geleden vond men diep in de aarde een brandstofbron van grote waarde. Het is zwart, het is een mineraal en het is hard als steen. Als er brandstof nodig is, wil men deze energiebron meteen. Kolen noemen we deze krachtige brandstof, maar het vervuilt ook en dat is minder tof. Maak nou eens gebruik van jouw brein en raad de naam van de brandstof van deze trein. Als water kookt, dan ontstaat er stoom. Het is heet, het is damp, het is absoluut geen droom. Stoom kan worden gebruikt als bron van energie om je groenten te koken of slier te vermicelli. Door het gebruiken van stoomenergie kun je dus maaltijden bereiden, machines laten draaien of zie, zelfs een trein laten rijden. Klik op de man die kolen op het vuur gooit en kijk wat er gebeurt met de trein. Temperatuur is voor warmte de meeteenheid. En met de thermometer meet je de warmte, dat is een feit. Klik op een tekening om te kijken wat de temperatuur is. Door de beweging van moleculen in een object ontstaat er warmte, dat mag je niet vergeten. Dit heet thermische energie, het werkt perfect. En het verwarmt het voedsel dat we eten. De speld en de schroef zijn even heet, beide vol met thermische energie. Maar omdat de schroef iets meer centimeters meet, verwarmt het water beter, zoals ik nu zie. Uranium is een metaal dat gebruikt wordt in kerncentrales. Er wordt energie meegemaakt. En is dat ideaal? In periodieke tabellen kun je uranium vinden onder de letter U. En het nummer is 92. De eekhoorn had een lekkere snack en wilde die breken met zijn bek, zodat hij bij het voedsel kon komen. Om het hapje in te kunnen slikken zonder erin te stikken, moest hij het eerst even kauwen. Hij beet er eens op, de noot brak open met een plop en het hapje was niet langer een droom. De eekhoorn werd heel erg sterk dankzij het goede werk van de energie die in het voedsel zat. De vervuiling van onze omgeving, dat is lucht, water en land, loopt dankzij de mens behoorlijk uit de hand. Vervuiling ontstaat als we dingen weggooien. Hierdoor zijn we de aarde aan het verklooien. De vervuiling zorgt voor veel gezondheidskwalen. Er moet dus snel een oplossing komen, voordat we echt balen. Klik op meneer Volta om zijn verhaal te horen. Hier is wat informatie, zeer essentieel. De volt is een eenheid van elektrisch potentieel. Het werd naar mij vernoemd wegens mijn verdiensten voor elektriciteit, waarvoor ik alom word geroemd. Warmte wordt geassocieerd met dingen die heet zijn. Maar heb je ooit gehoord van thermische energie? Nee, dat is niet zo fijn. Thermische energie is een term die we allemaal behoren te kennen. En daarom moeten we ons naar de bladzij over thermische energie wenden. Door de beweging van moleculen in een object Wanneer je op het strand bent en je wilt surfen gaan, kijk dan of het waait. Surfen kun je alleen als er sterke winden staan.
Veranderingen in de luchtdruk worden veroorzaakt als de zon de lucht verhit. Hierdoor gaat het waaien en dat gebeurt overal waar je ook maar zit. Maar als de wind er helemaal niet is, ga dan niet mokken, maar duik in het water en zwem als een vis. Als twee objecten elkaar raken terwijl één of beide bewegen, dan ontstaat er wrijving. Je kunt er wel of niet tegen. Kinetische energie verandert in thermische. Dat betekent warmte voor jou en mij. In dit geval zijn zowel de olifant als de boom blij. Wanneer het buiten heet is, doe je luchtverversing dan niet aan. Voor een alternatief moet je naar buiten gaan. Met een speciaal apparaat genaamd de zonnecel haal je energie uit de zonnestralen in een tel. Je ventilator zal blazen en je verkoelen en dat is dus precies wat we bedoelen. Schakel de airconditioning nu dus maar uit en bespaar wat geld. Vertrouw op de zon, je raakt sneller omgesteld. Sleep de zon langs de horizon en kijk hoe haar energie de snelheid van de ventilator beïnvloedt. Hier een buitengewoon lekker verhaal, want op het einde is er een heerlijk maal. Het gaat over een koude kroket, die je vooral niet moet eten, want dan lig je straks ziek in bed. Wil je weten hoe ik dat stuk vlees toch buiten bereiden kon? Nou, ik gebruikte gewoon de zonnestralen als warmtebron. Een zonneoven gebruikt dus een zonnestraal en maakt vervolgens menig heerlijk warm maal. Een parabolische spiegel is daarbij een handig gereedschap. De geconcentreerde stralen zorgen voor een hete kroket. Neem maar een hap. Je kunt dit programma op elk moment verlaten door op de deur te klikken. Kies een video uit de lijst met experimenten. Klik op Speel om het experiment te bekijken. Klik op Uitleg als je de uitleg wilt horen. Gebruik bij alle experimenten ontbreekbare bekertjes, bakjes en flessen. En denk eraan, het is belangrijk altijd een goed gevulde verbanddoos in de buurt te hebben. Je kijkt naar de binnenkant van de gloeilamp. De vlam verwarmt de gloeidraad waardoor deze gaat gloeien. Voor dit experiment heb je 3 batterijtjes van 1,5 volt nodig. 2 krokodillenklemmen en een klein zaklantaarnlampje. Verbind de krokodillenklemmen met de onderkant van het lampje. Zorg er dan voor dat de krokodillenklemmen contact maken met de tegenovergestelde kanten van de batterij. En zie daar, we hebben licht! Voeg nu een extra batterij aan het experiment toe en kijk wat er gebeurt met het gloeilampje. Heb je gezien dat hij feller ging branden? Voeg nu nog een extra batterij aan het experiment toe en raad eens wat er gebeurt. Goed geraden, het lampje gaat nog feller branden. De gloeilamp in het experiment brandt omdat de elektriciteit van de batterij door de gloeidraad heen gaat, deze verwarmt en vervolgens aan het gloeien maakt. Wanneer je nog een batterij aan het experiment toevoegt, gaat er meer elektriciteit door de gloeidraad, waardoor deze feller gaat gloeien. Voor dit experiment moet je voor jezelf een voedzame en lekkere sandwich maken. Maak je geen zorgen, je mag hem straks ook opeten. Weet je wat voedsel doet, afgezien van je buik vullen? Alle levende dingen hebben voedsel nodig als een bron van energie. Planten maken hun eigen voedsel aan, maar dieren en zoogdieren, waaronder ook wij mensen, moeten voedsel eten. Het meeste voedsel dat we opeten wordt in ons lichaam omgezet in thermische energie, om ervoor te zorgen dat ons lichaam steeds dezelfde lichaamstemperatuur houdt. Als het glas boven een vlam wordt geplaatst, zorgt de hitte ervoor dat de rode vloeistof gaat koken en zich verplaatst. Wat je voor je ziet is een glas met rode vloeistof erin. Wanneer het meisje de onderkant van de container vastpakt, verplaatst de rode vloeistof zich van onder naar boven. Hoe komt dit? Als
Als het glas boven een vlam wordt geplaatst, zorgt de hitte ervoor dat de rode vloeistof gaat koken en zich verplaatst. Je lichaam is eveneens een warmtebron. Dus toen het meisje de onderkant van het glas vasthield, begon de vloeistof te koken. De vloeistof heeft een heel laag kookpunt, zodat haar lichaamswarmte voldoende was om de vloeistof te laten koken. Wanneer het wiel niet draait, komt er geen elektriciteit uit de dynamo. De lamp geeft dan geen licht. Let nu eens op wat er gebeurt als iemand de pedalen van de fiets rondtrapt. Het wiel begint te bewegen en de generator produceert elektriciteit. Merk op dat als de proefpersoon sneller gaat fietsen, het licht feller en feller wordt. De energie die hier nodig is voor het genereren van licht is afkomstig van zonne-energie. Zonlicht wordt omgezet in chemische energie. Die chemische energie wordt in voedsel opgeslagen. De proefpersoon in de video at voedsel en zette de chemische energie in het voedsel om in kinetische energie op het moment dat hij de trappers rondtrapte. De kinetische energie werd vervolgens omgezet in elektrische energie door de generator die ervoor zorgde dat het licht aanging. Voor dit experiment heb je een zaklantaarn en twee spiegels nodig. Allereerst moet iemand met de zaklantaarn op één van de spiegels schijnen. Degene die de spiegel vasthoudt, moet deze zo verplaatsen dat het licht weer kaatst in de andere spiegel. Let op hoe het licht van de ene spiegel naar de andere gaat en dan op andere voorwerpen wordt weer kaatst. Wanneer licht op een spiegel valt onder een bepaalde hoek, wordt het onder dezelfde hoek weer teruggekaatst. Op deze manier kunnen we een straal licht van de ene spiegel op de andere richten, zoals je in het experiment kunt zien. Een periscoop werkt op een soortgelijke manier. Licht komt bovenin de buis van de periscoop, valt op een spiegel en wordt door de spiegel naar beneden weerkaatst, waar het op een andere spiegel valt die het licht weerkaatst in je ogen. Voor dit experiment heb je een vergrootglas, een stuk hout en de zon nodig. Zorg dat de stralen van de zon door het vergrootglas op een stuk hout vallen vanaf een afstand van ongeveer 30 centimeter. Na een paar ogenblikken zul je zien dat het hout begint te branden. Onder normale omstandigheden kan zonnestraling nooit uit zichzelf hout in de brand zetten. Door een vergrootglas te gebruiken versterken we de zonnestralen en brengen we ze samen op een klein plekje. De straling op dit plekje is sterk genoeg om hout in brand te steken. Voor dit experiment heb je een stukje koper nodig, een metalen schroef die niet van koper is gemaakt, een aardappel, een batterij en een voltmeter. Plaats een sonde van de voltmeter aan elke kant van de batterij en lees dan het voltage af op de voltmeter. Maak je geen zorgen, je krijgt er geen schok van. Nu komt het leuke en verbazingwekkende stuk van het experiment. Neem het stukje koper en duw dit voorzichtig in de aardappel. Doe hetzelfde met de schroef. Kijk eens even naar de aardappel, want je hebt nu al een kunstwerk gemaakt. Oké, we gaan door, want het experiment is nog niet voorbij. Plaats beide pluggen van de voltmeter op het koper en kijk naar het voltage dat op de voltmeter wordt weergegeven. Doe hetzelfde met de metalen schroef. Weer zie je dat er geen voltage wordt aangegeven op de voltmeter. Maar plaats je nu één plug op het koper en de andere op de metalen schroef, dan zie je dat de voltmeter plotseling wel een voltage aangeeft. Dat is nu aardappelstroom. Wanneer twee verschillende metalen zoals koper en zink met elkaar worden verbonden door een geleidend medium zoals zout, water of een aardappel, stromen er elektrische spanningen van het ene metaal naar het andere en ontstaat er elektriciteit. Voor dit experiment heb je een lege shampoofles, een schaar, een dunne stok, plakband en een touwtje met een sleutel eraan nodig. Neem de shampoofles en knip hem zoals in de video wordt voorgedaan. Plak vervolgens het stukje touw met de sleutel eraan op de dop van de shampoofles.
Steek nu de dunne stok door de bodem van de shampoofles en laat hem er aan de bovenkant weer uitkomen. Draai de kraan in het bad aan en plaats de fles onder water zoals in de video wordt voorgedaan. Kijk nu hoe de fles ronddraait en hoe het touwtje zich rond de hals van de fles wikkelt totdat de sleutel bovenaan is gekomen. En presto, je hebt een waterrad gemaakt! De kinetische energie van het stromende water zorgde ervoor dat de shampoofles als een waterrad begon rond te draaien. Het draaiende waterrad zorgde ervoor dat het touwtje zich rond de hals van de fles wikkelde, waardoor de sleutel werd verplaatst. Kijk nou toch eens naar die verbazingwekkende machine die is gebouwd door die verbazingwekkende jongen. De wielen van de machine gaan rond en rond en rond, keer op keer. Luister eens naar het geklik. Mooi hoor. Kijk eens wat er gebeurt wanneer je een kleine draai aan het experiment geeft door een van de rubberen elastieken te verplaatsen. Het wiel begint opeens de andere kant op te draaien. Slim, hè? Elektrische energie uit de batterij werd door het rubberelastiek omgezet in kinetische energie, waardoor het wiel ging draaien. Voor dit experiment hebben we gist, suiker, 2 glazen of kunststofkopjes, een thermometer en een kan met water nodig. Vul de glazen voorzichtig met water, zodat je niet smorst. Maak er een zoete boel van door in elk glas een schep suiker te doen en dit al roerende op te lossen. Meet vervolgens de temperatuur van het suikerwater. Hierna gaan we wat anders doen. Doe een beetje gist in een van de glazen met suikerwater en roer ook dit goed rond. Geef de gist nu even de tijd om op te lossen, laten we zeggen 15 minuten. Oké, de tijd is om, maar kom niet te dicht met je neus bij het glas, want het ruikt niet erg lekker. Meet nu de temperatuur van het glas dat de gist bevat. De temperatuur is omhoog gegaan. Hoe is dat nu mogelijk? De temperatuur ging omhoog omdat gist bestaat uit hele kleine levende wezentjes die we micro-organismen noemen. Net als bij alle andere levende dingen komt er warmte vrij als ze eten. De gist eet de suiker die in het water is opgelost, wat tot gevolg heeft dat de chemische energie in het voedsel vrijkomt als thermische energie en de temperatuur van het water omhoog gaat. Klik op een portret om iets over de wetenschapper te leren. Ik ben een theoretisch natuurkundige en ook de leider van het Manhattan Project. Door mijn werk kwamen mijn collega's en ik tot de overtuiging dat gedurende de Tweede Wereldoorlog Nazi-Duitsland naar alle waarschijnlijkheid zou proberen een bom te ontwikkelen die grote vernietiging kon veroorzaken. Het was door uw brief aan President Franklin D. Roosevelt dat het Manhattan Project van start ging. Het doel van dit project was het ontwikkelen van een atoombom. En zoals u weet, meneer Einstein, zijn we erin geslaagd. Dit toont aan dat wetenschapsbeoefenaars een grote morele verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de samenleving. Het is niet genoeg om een groot geleerde te zijn, je moet ook een mens met verantwoordelijkheidsgevoel zijn. U heeft gelijk, meneer Einstein, hoewel ik in 1963 de Fermi-prijs kreeg voor mijn bijdrage op het gebied van het ontwikkelen van atoomenergie, ben ik de rest van mijn leven fel tegenstander geweest van het gebruik van kernenergie voor militaire doeleinden. Bonjour, mijn naam is Marie Curie. Ik wil je graag voorstellen aan mijn man Pierre, omdat we zo nauw met elkaar hebben samengewerkt.
Bonjour, Javier. In 1898 hebben we het radioactieve element polonium ontdekt. We hebben het genoemd naar mijn moederland, Polen. Na 4 jaar uitputtend werk hebben we in 1902 nog een ander element ontdekt dat radium werd genoemd. Dankzij ons werk werd het bestaan van radioactiviteit bevestigd. Marie, liefste, je bent schitterend. Was het niet fantastisch dat wij in 1903 de Nobelprijs voor natuurkunde kregen? Wij hebben bijgedragen aan het ontstaan van een nieuw tijdperk van atoomenergie. Pierre, mijn liefste, je bent atomair. In 1911 kreeg ik zelfs nog een Nobelprijs. Maar deze keer voor mijn bijdrage aan de chemie. Papa, mama, ik was zo geïnteresseerd in jullie werk dat ik ermee doorging. En met de hulp van Frederik ontdekte ik dat het mogelijk is kunstmatige radioactiviteit te maken. In 1935 werd aan ons eveneens de Nobelprijs voor chemie toegekend. Ik ben zo trots op jullie. Ik denk dat we in deze familie het een en ander van chemie afwisten. Tijdens mijn leven vroeg ik meer dan 300 patenten aan. Een van de meest belangrijke was die voor de stoomturbine die in 1884 werd gebouwd. Mijn stoomturbine kon een snelheid van 18.000 omwentelingen per minuut bereiken. Voor deze uitvinding was de maximale snelheid slechts een magere 1500 omwentelingen per minuut. En ik kan je vertellen, dergelijke turbines vielen bij mijn stoomturbine in het niet. In 1900 koppelde ik mijn turbine aan een elektrische generator en opende de eerste elektriciteitscentrale die werd aangedreven door een stoomturbine. In 1861 bouwde ik een tweeslags verbrandingsmotor. Monsieur Otto, uw motor won de eerste prijs op de wereldtentoonstelling van Parijs. Mijn felicitaties. Dank u, meneer Linmaren. Uw motor nam de tweede plaats in. Weet ik. Het was een hele slag voor mij. In 1876 kreeg ik een geniale inval die me hielp de eerste viertaks verbrandingsmotor te bouwen. Oké, heren, laat ik ter zake komen. Het zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van de heer Eugen Langen en Gottlieb Daimler. We verkochten meer dan 50.000 Ottomotoren in 17 jaar. De Ottomotor zorgde voor het vestigen van de principes waarop alle latere motoren zijn gebaseerd. Ik bouw het met succes, de eerste tweeslags verbrandingsmotor. Oh, dat geluidje toch eens. Mooi geluid, meneer Lenoir, maar luister hier eens naar. Oui. Dat klinkt heel krachtig, monsieur Otto. U hoort de viertaks verbrandingsmotor die ik heb gebouwd. Meer kracht voor u. Mijn motor werkt met een cyclus van 2 slagen. Minder dan 4. Ja, de technologie voortduurt in beweging, nietwaar? Ik ontdekte dat de mechanische equivalent van warmte 41.800.000 ergs is. Wat betekent dit akelig grote getal gevolgd door het woord ergs? Dit is de hoeveelheid werk die moet worden verricht voor het verschuiven van een massa van 1 gram over een afstand van 1 centimeter. Is het te gek, toch? Goedemorgen, meneer Joule. Dat is een behoorlijk groot getal dat u daar heeft ontdekt. U zult zich echter nog kunnen herinneren dat in het begin niemand uw werk serieus nam. U was een van de eersten die mijn werk serieus nam, meneer Thompson. U mag me wel Lord Kelvin noemen. U heeft toch eerder van de naam Kelvin gehoord? U weet wel van de temperatuurschaal. Maar natuurlijk, Lord Kelvin. U was een van de eersten die het geniale van mijn werk inzagen. Herkent u de joule als eenheid? U weet wel, 4,18 joule staat bekend als de mechanische equivalent van warmte. De joule is naar mij genoemd. Ik word beschouwd als een van de grootste experimentele wetenschappers die ooit hebben geleefd. Oeps. Dit betekent niet dat ik altijd alles meteen de eerste keer goed heb. Na veel experimenteren ontdekte ik dat elektriciteit en magnetisme in de mechanische beweging konden worden omgezet. Ik ontdekte eveneens dat je magneten kunt gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Hallo meneer Faraday, ik ben Thomas Alva Edison. Ik wou u even laten weten dat dankzij uw pionierswerk en dat van andere wetenschapsbeoefenaars die na u kwamen, ik de eerste elektriciteitscentrales kon bouwen die elektriciteit aan huizen leverde. De elektriciteitsgenerator die kinetische energie omzet in elektriciteit was het resultaat van uw werk. Dank u meneer Edison.
Ik ben blij dat ik u van dienst kon zijn, meneer Edison. Ik wou u graag laten weten dat ik trots ben op mijn populaire lezingen en demonstraties over de wonderen der wetenschap die ik aan jong en oud heb gegeven. Een van mijn favoriete onderwerpen is de chemische geschiedenis van de kaars. U kunt met recht trots op uzelf zijn, meneer Faraday. Ik beschouw de warmte als een manier om ding-ding in beweging te zetten. Dit werd bekend als de eerste moderne warmtetheorie. Hallo, Mr. Thompson. Mijn naam is Mr. Joule. Aangezien u warmte als mechanische energie in een andere vorm zag, vestigde u het idee van een mechanische equivalent voor warmte. Ik vond uit hoeveel mechanische energie we moeten gebruiken om een bepaalde hoeveelheid warmte op te wekken. U lijkt me een zeer energieke man, sir. Uw naam klinkt zo bekend, ken ik u misschien ergens van? Mr. Thompson, het is niet mijn bedoeling om onbeleefd te zijn, maar ik denk dat we elkaar nooit hebben ontmoet. In feite werd ik niet geboren tijdens uw met succes overladen leven, maar pas daarna. Mijn achternaam Joule is de eenheid die wordt gebruikt om energie te meten. Lengte meet je in meters en centimeters en energie meet je in joules. Ach, zo gaat het in het leven. Als mijn onderzoek nauwkeuriger was geweest, hadden ze de eenheid van energie Thompson genoemd. Hallo, ik ben de graaf Alessandro Volta. Als je de A van mijn achternaam weghaalt, wat hou je over? Volt. De naam van een eenheid die we gebruiken om elektrische spanning te meten. Ook wel bekend als de voltage. Mijn meest belangrijke ontdekking vond plaats in 1794. Ik vond iets uit dat je kunt gebruiken als je ergens elektrische stroom voor nodig hebt. Je kunt het bijna overal mee naartoe nemen, hè? Tegenwoordig wordt het een batterij genoemd. Mijn ontdekking was gebaseerd op het werk van, het spijt me, mijn goede vriend Luigi Galvani. Hij vond uit dat als twee verschillende metalen met die losgemaakte spieren van een kikkerpootje in contact komen, dit kikkerpootje beweegt. Een dood kikkerpootje dat beweegt? Ja, het klinkt er misschien raar, maar het is echt waar. Mijn goede vriend Luigi Galvani geloofde dat de spieren van een kikker iets produceren wat hij dierlijke elektriciteit noemde. En dat de twee metalen dit proces alleen in gang zetten, hè? Volgens mijn bescheiden mening echter is het ook mogelijk elektrisch stroom op te wekken zonder kikkerpootjes te gebruiken. Je kunt dit realiseren door twee verschillende metalen met elkaar in contact te brengen door middel van een zoutoplossing. Nu lijkt het heel simpel, maar u daarom, Mr. Volta. Was dit een fantastische ontdekking? Grazie mille, of met andere woorden, duizendmaal dank. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik zal je wat vertellen. De eenheid van elektrische kracht werd naar mij genoemd. De wat? Dat is wat er gebeurt. Ik verbeterde de door stoom aangedreven machine die was ontworpen door Thomas Newcomen. Door aan de cilinder een onafhankelijke, maar toch daarmee verbonden kamer te koppelen. Hier kon de condensatie van stroom optreden. Een briljant idee, Mr. Watt. Het was uw machine die het allemaal mogelijk maakte. En het was mijn stoommachine die de industriële revolutie haar zo'n noodzakelijke energiebron gaf. Oef, ik ben blij dat ik het uit mijn mond heb gekregen. Het duurde 10 jaar voordat ik samen met mijn assistent John Kelly de eerste praktische zuigermotor had gebouwd. Dat is allemaal goed en wel, meneer Nieuwkomen. Maar in de eerste eeuw na Christus beschreef ik al hoe opgewarmde lucht de tempeldeuren kon openen. Dat, mijn beste vriend, was de eerste warmtemotor ter wereld. Ik bouwde ook een eenvoudige stoomturbine. Dus als het op stoom afblazen aankomt, was ik wel even de eerste. Je was niet alleen de held van Alexandrië, maar je was ook mijn held en grote voorbeeld. Jouw onderzoek naar het gebruik van stoom als krachtbron heeft de bal aan het rollen gebracht. Ik heb uw motor als uitgangspunt genomen, Mr. Newcomen, en deze omgevormd tot een betrouwbare en efficiënte motor. Fijn dat ik u van dienst kon zijn, meneer Watt.
Geef me een plaats om te zitten, een plaats om te staan was nood, en een hefboom die groot genoeg is, en ik zal de wereld optillen. Oké. Misschien heb ik een beetje overdreven. Hoe dan ook, mijn uitvinding van de hefboom heeft mensen geholpen verschrikkelijk zware objecten op te tillen, zonder rugpijn te krijgen. De hefboom is eveneens het basisprincipe geweest voor veel machines en mechanische apparaten die energie van de ene soort omzetten in energie van de andere soort. Ik zal jou een klein geheimje verklappen. Volgens de legendes heb ik de Griekse marine naar de overwinning geleid door gebruik te maken van spiegels. Hoe kun je nou een oorlog winnen met behulp van spiegels? Door hele grote spiegels te gebruiken, konden we het zonlicht concentreren en de vijandelijke schepen vlogen daardoor in brand. Auw, dat doet pijn. Is dat echt gebeurd? Dat is slechts een legende en dat is maar goed ook. Het is immers beslist niet aardig om zoiets te doen, maar in principe is het mogelijk. Ik wil wedden dat je niet wist dat wetenschappers tegenwoordig in staat zijn zonlicht te concentreren om zeer hoge temperaturen te bereiken. Soms loopt de temperatuur zo hoog op dat het mogelijk is binnen enkele seconden een stuk staal te smelten. Dus de waarheid is nog vreemder dan de legende. Ik heb eveneens de Archimedes-schroef uitgevonden die genoemd is naar... Aha, je hebt het geraden. Ik heb dus... Het apparaat gebruikt mechanische energie om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. Ik ben echter het meest bekend geworden door mijn wet van de opwaartse kracht die genoemd wordt... Aha, je hebt het weer geraden. De wet van Archimedes. Naar mij genoemd dus. In ieder geval hebben mijn uitvindingen andere wetenschappers op weg geholpen om nieuwe en opwindende ontdekkingen te doen. Eureka! Ik ben Grijnstein, voor wie dat wil weten. Van problemen heb ik wel kaas gegeten. Kom op zeg, kijk niet zo sip. Problemen, ik los ze op in een wip. Problemen oplossen, doe ik graag. Ik vind een oplossing bij elke vraag. Dus kom op nou, en kijk niet zo zuur. Bel me op en we gaan op avontuur. Grijnstein, los de problemen met je op. Lastige problemen zijn voor hem de top. Denk goed na, alleen of samen. Heb veel lol, het is geen examen. Grijnstein, los Ik ben Grijnstein, voor wie dat wil weten. Van problemen heb ik wel kaas gegeten. Kom op zeg, kijk niet zo sip. Problemen, ik los ze op in een wip. Problemen oplossen, doe ik graag. Ik vind een oplossing bij elke vraag. Dus kom op nou, en kijk niet zo zuur. Bel me op en we gaan. Ik ben Grijnstein, voor wie dat wil weten. Van problemen heb ik wel kaas gegeten. Kom op zeg, kijk niet zo sip. Problemen, ik los ze op in een wip. Problemen oplossen, doe ik graag. Ik vind een oplossing bij elke vraag. Dus kom op nou, en kijk niet zo zuur. Bel me op en we gaan op avontuur. Grijnstein, los de problemen met je op. Lastige problemen zijn voor hem de top. Denk goed na, alleen of samen. Heb veel lol, het is geen examen. Grijnstein, los de problemen met je op. Professor Grijnstein is de naam.